Wat je echt moet bezitten als docent is zorgen ervoor dat je authentiek overkomt en dat je zeg maar met pubers om kunt gaan. Ik ben Grace Enser en ik ben docent anatomie en verpleegkunde. Ik ben hier nu sinds ongeveer anderhalf jaar docent op de afdeling gezondheidszorg en welzijn. Hiervoor was ik arts. Daarnaast heb ik ook lessen gegeven op de universiteit aan medisch studenten. Maar ik had zin in iets anders. En toen heb ik besloten om op een open dag hier te komen. Toen zag ik de vakgroep waar ik nu dus onderdeel van uitmaak. Ik zag alle docenten, ik zag de manager tijdens de open dag zeg maar in de gang staan. En ik vond het zo'n leuke, gezellige groep dat ik dacht, hier wil ik komen werken. En ik had het geluk dat een van die collega's zei, jij moet mee naar de manager. En zo ben ik naar binnen gerold. Waarom ik voor het mbo gekozen heb, is omdat ik de docenten hier warm vind. Echt, dus authentiek en hard voor de zaak hebben. Ze willen echt het beste uit de leerlingen halen.